Hoe spannend. Nou, dat valt volgens mij al mee bij jou. Ja, ja, jij hebt ervaring. Niet? Goedemorgen allemaal. Ik vind het fijn om in gemeenschap te zijn met broeders en zusters. Die allemaal de genadeboodschap hebben omarmd. Die volgelingen zijn geworden van de apostel Paulus. Ik heb het nooit zo begrepen dat het zo belangrijk is. Maar sinds ik het zelf ervaren heb, is het ook mijn verlangen om dat aan zoveel mogelijk mensen bekend te maken. Ik ben vanaf klein opgegroeid in de geïnformeerde kerk. Altijd trouw naar de kerk gegaan. En het waren zelfs momenten dat ik 3 keer ging. Dat ik het gewoon fijn vond. Om van de Heer Jezus te horen. Alleen, ja, het was altijd uit de evangelie. En op een gegeven moment zijn we getrouwd. En 2 kinderen gekregen. Allebei gedoopt. En we gingen nog steeds met plezier naar de kerk. Alleen het viel ons steeds meer op dat er steeds minder over de Heer Jezus werd gesproken. En toen ben ik een beetje gaan zoeken. En dat was op een gegeven moment al uit huis. En toen kwam ik bij Dato Steenhuis terecht. Via de site Groeien in Geloof. En dat werd beheerd door Dato Steenhuis en Willem Ouweneel bijvoorbeeld. En nog een paar anderen. En daar heb ik heel veel van geleerd. En op een gegeven moment toen zei ik tegen mijn vrouw, zullen we eens een keer naar Dato gaan? En hij sprak in Veendaal, dat is voor ons een redelijke afstand om te doen. Ik ben niet zo'n autorijder. En dat was zo enorm goed bevallen, dat we zijn er eigenlijk nooit meer weg geweest. En de 14 jaar lang zijn we daar geweest en hebben over de Heer Jezus gehoord. Alleen, op een gegeven moment kreeg mijn jongste zoon een enorm verlangen om zich te laten dopen. En zei, papa, van wil je dat ook? En ik zei, ja, dat wil ik eigenlijk ook wel. Ik was als kind gedoopt, maar ik dacht, ja, ik ervoor uitkom dat ik bij de Heer Jezus hoor. Ja, waarom zou ik dat niet doen? En dus dat hebben we gedaan. En we stonden samen in het zwembad, wat ze daar hadden aangelegd. En ik weet nog goed het moment dat ik achterover ging onder water. En het ging wel iets door me heen. En later werd ik gefeliciteerd van welkom in de strijd, want nu begint de strijd pas. Niet wetend dat die strijd nog veel later zou beginnen. Maar goed. Mijn vrouw wilde zich toen niet laten dopen. En het is nooit helemaal duidelijk geworden waarom. Dus ik heb er heel veel voor gebeden. En ik naar boven ging en op mijn knieën ging. En vader, waarom wil mijn vrouw zich niet laten dopen? Ja, want het is zo geweldig. Maar goed, er kwam geen antwoord. En misschien een maand later kwam ik op een site terecht van Dof Afnon. En ik was aan het zoeken over die doop. En toen heb ik daar zitten luisteren en zitten kijken. En toen dacht ik van, hé, mijn vrouw heeft altijd gelijk gehad. Het heeft niks met water te maken. Helemaal niets. Het heeft alleen maar met het lichaam van Christus te maken. Je wordt door de Heilige Geest in het lichaam gedoopt. En al het andere, het zijn werken van de wet. Van het vlees. Toen heb ik vanaf dat moment heb ik dat geprobeerd te communiceren via de boekentafel in Veenendaal. Want we gingen nog steeds naar Veenendaal. Maar dat werd steeds meer tegengewerkt. Op een gegeven moment toen werd ik naar het bovenzaaltje geroepen. Van, want jij, we willen niet dat je dat nog doet. En dus ik heb geprobeerd om dat duidelijk te maken. Dat het zo'n geweldige boodschap is. En dat het iets nog veel meer van de rijkdommen die je in de Heer Jezus vindt tentoonspreidt. Dan wat we nu leren onder de wet. Want het is, ja, de evangelie is de wet. Maar daar willen ze niks over horen. Het is, wij zijn een Maranatenbeweging vanuit de profetie. We zien uit naar de komst van de Heer Jezus. Ik zeg, maar dat is helemaal geen profetie. Dat is de verborgenheid van Paulus geopenbaard. Niks mee te maken. We willen het niet dat je het doet. Nou, dat was voor mij einde verhaal. Ik heb het nog een paar keer geprobeerd en toen hebben we gestopt. Maranatenbeweging. Zeg je? Maranatenbeweging. Ja. Ja. Daar heb ik dus onder andere Paul de Haan en nog een aantal andere Jan Maurits. Ja, leren kennen. Ja, dat is mijn zoon. Mijn zoon. Ja? Ja? Van uw zoon? Dat is mijn zoon. Oh, oké. Leuk, aangenaam. Hij zat er ook. Hè? Nee, je bent maar later. Ja, nee, maar. Hem heb ik nooit gezien en u ook niet, maar. Nee, want ik was er ook tegen. Ja? Ja. Ja. Oké. Maar goed, waar je op een gegeven moment vol van bent, daar wil je gewoon over praten. En mijn vrouw is inmiddels zover dat ze die boodschap gelukkig ook heeft omarmd. En eigenlijk ben ik er heel erg dankbaar dat ze zich niet heeft laten dopen. Ja. En
Nog even kort over mijn beide zoons. Ja, het is ook een beetje een strijd geweest. Mijn oudste zoon, die heeft het gelijk omarmd. Die zag op een gegeven moment die flyer van en dat stukje geel. Van ja, nu valt het kwartje. Dat ging heel snel bij hem. We hebben een klompenpad gewandeld en drie kilometer later was hij eigenlijk al om. Dus het ging heel snel. Mijn jongste zoon heeft wat langer geduurd. Die was wat meer vastgeworteld in de broedergemeente. Maar ook hij heeft het omarmd. En ja, het kost je wel bepaalde vriendschappen. En ook, zullen we maar zeggen, met de familie. Als je je familie ontmoet, ja, je praat over koetjes, kalfjes. Maar zodra je over de Jezus begint, dan valt het stil, hè? Ik probeer het ook nog steeds bij mijn buurvrouw en haar vriendin. En mensen die ik tegenkom, probeer ik te vertellen van... heb je vrede met God, maar meestal wil men er helemaal niets van weten. Maar goed, dat is hun verantwoordelijkheid. Wij hebben de verantwoordelijkheid om het te vertellen. En ja, waar het hart van vol is, stroomt de mond van over, zeggen ze wel eens. En dat blijkt te kloppen. Ja, amen. Dat was een in vogelvlucht en zo'n 15 jaar. Mooi, hè? En, maar goed, via Dof Afnom heb ik ook jouw site. Dat is pas echt groei in geloof. Ja, en je had het laatst over de huisgenoten Gods en de huisgenoten des geloofs. Dat is precies wat ik ook ervaar. Als ik hier ben, dat zijn allemaal huisgenoten des geloofs. Ja. Ja. Terwijl als je een dominee ontmoet, dan is een huisgenoot Gods. Hè? Hij gelooft in de Heer Jezus. Hij gelooft dat Jezus gestorven is en opgestaan. Ja. Dan neemt hij ook deel aan de opstand, aan de opname. Ik weet dat mijn dominee die ons getrouwd heeft, heb ik toen ook wel gezegd van, via mijn buurvrouw kwam ik terecht. Je gelooft ook in de opname. Morgenrood? Ja. En toen heb ik het met die dominee over gehad, want die zou ons trouwen. Hij zegt, Mathieu, ik waarschuw je ervoor, dat is een erge dwaalleer. Ga er niet in verder. Maar goed, dat advies was voor mij aan... niet echt van belang, dus ik heb het was een reden te meer om dat te onderzoeken. En ja, als je gelooft dat de Heer Jezus voor jou gestorven is en begraven en opgestaan, gaan we hem tegemoet in de lucht. We hebben zijn verschijning lief. Dankjewel. Ja.